Willem Leushuis, vind je dat jullie je sportieve plicht hebben vervuld? Ja, denk het wel. Gezien in de positie waarin wij zitten dat we veilig zijn en toch veel jongens die vertrekken. En gezien de positie van Kozakkenbosje spelen voor het kampioenschap, dan denk ik dat we dat wel met verve gedaan hebben. Jullie hadden Katwijk vandaag een goede dienst kunnen bewijzen. Waarom is dat niet gelukt? Nou ja, ik denk met name de eerste helft was Kozakkenbosje beter en gevaarlijker. Alleen, ja, scheidsrechter had even een day off toen het moment dat hij de strafschop niet zag, de hensbal, 100%. En de tweede helft hebben we het omgezet. Want zij liet onze linkerkant vrij, omdat we daar twee rechtsbenige spelers hadden staan. Dat hebben we omgezet met de linksback en de rechtsback, met linkspoot, rechtspoot. Toen hadden we het initiatief gelijk terug. Dus de tweede helft was duidelijk voor ons. En ik vond ons conditioneel ook supersterk. Het leidde niet tot heel veel kansen, wel een hele grote, Barry Powell. Ja, die had erin gemogen. En dat was bij ons wel het mankement, met name de eerste helft, dat we niet balvast waren voorin. En dat we daardoor niet door konden voetballen. En de tweede helft met Barry erin ging dat wat beter. Jullie waren al veilig. Merk je dan toch dat bij jullie net even dat heilige vuur ontbreekt? Nee, ontbrak helemaal niet. Dat vonden we absoluut niet waar. En we hebben natuurlijk deze week goed over nagedacht en de keuze gemaakt om direct 1-op-1 te gaan spelen. En iedereen verantwoordelijk te maken voor zijn directe tegenstander. En daarnaast het team helpen met knijpen en kantelen. Ja, dat is heel goed uitgekomen. En dan is het jammer dat je niet 1-1 speelt. Wat nemen jullie hieruit mee? Nou, in ieder geval dat onze twee centrale verdedigers, die er 40 gemaakt hebben, die twee spitsen van Kozakkenbosje hebben uitgeschakeld. En daardoor het team een vrije maanden verdiend hebben. Dat nemen we mee en daar zijn we best wel trots op. Tot slot, wie denk je dat de kampioen gaat worden? Nou, ja, het is een cliché dat ik de meeste punten haal. Nee, gewoon de beste ploeg gaat gewoon kampioen worden. Wie dat is, dat zal mijn worst wezen. Je hebt gezegd, in jouw ogen is Kozakkenbosje de beste ploeg. Ja, maar ik denk dat degene die de punten haalt uiteindelijk toch de beste ploeg is. En ik denk dat Katwijk misschien iets degelijker is en zij zijn wat frivoler. Maar ja, je ziet ook dat we vandaag hebben thuis 3 punten gehaald. En vandaag hadden we ook minimaal een punt kunnen halen. En we hebben 2 keer tegen Katwijk, de toekomstige kampioen wellicht, 2 keer met 1-0 onterecht verloren. Dus ik denk dat we het allemaal niet zo slecht gedaan hebben.